Was hat die da, Guido? Ja, dan heb je dus vraag 7a, 7b, 7c. 7a is, hoe verstonden jullie het ten opzichte van de Joden? 7b, wanneer begrepen jullie en waardoor dat deportatie de bedoeling was? En 7c, je pakt het wel heel systematisch aan. En wanneer dat de embryo de achterliggende bedoeling was? En het antwoord van je moeder is dit. Het grote verschil tussen vroeger en nu is dat wij, beschut en beschermd van jongs af, ons de wetenschap, dat wel mogelijk is. Nee, dat is mooi slaaf. Wat is dit? Het is heel aardig van haar dat ze dat soort plaatsen doen naar dan. Oh, maar wat mooi. Dat hoeft zij niet. Mooi, ja. Want zij stonden er middenin. Oh, en ik zie het heel anders. Maar het geeft aan mooi. Hoe bijzonder het was. Weet je, Janine, mijn moeder schrijft een boekje ook, dat heb je dan gelezen, over de Sinterklaasavond waar 12 mensen in 1943. Dat was echt op het heetst van de strijd ook in tussen verzet en de nazi's. En de jodenvervolging was toen al voorbij. Mm-hmm. Die was al voltooid. Dus december 43 was heel grimmig. Gaat je en om een beetje te ontspannen hebben toen in huis van mijn ouders hebben ze Sinterklaas gevierd. Met de knokploeg van Johannespost en de knokploeg van Marienspost. Dat waren 12 mensen. Ik heb dit verhaal een keer op 4 mei verteld op de Dam. Als inleiding naar iets anders. En toen hebben, een jaar later waren van die 12 mensen de 6 vermoord door de Duitsers. Ik heb de kans gehad om aan die andere 6 te vragen. Wat wist je van Auschwitz? Allemaal 0. En ik heb nog andere vrienden van toen, de koerier van Marienspost, de koerier van Johannespost, gevraagd. Wat wist je van Auschwitz?